try. Ik hoor al jaren over haar. Zie haar foto op tv, in kranten. Maar vandaag ga ik haar zelf ook ontmoeten. Ik ga naar Amma, de knuffelmoeder. Al haar hele leven lang doet ze niets anders dan het verspreiden van liefde. Amma, wat moeder betekent, heeft over de hele wereld duizenden volgelingen. Iedereen is welkom om een knuffel te ontvangen. Amma gelooft namelijk dat God overal en in iedereen aanwezig is. Ook hier in Den Bosch komen duizenden mensen bijeen om geknuffeld te worden. Ik zit hier omringd door allemaal mensen die op de grond zitten, die aan het mediteren zijn en naar Amma kijken. En aan deze kant staat natuurlijk een hele lange rij. En de mensen in de rij, of tenminste nadat ze een knuffel gehad hebben, ja, die zien er toch heel emotioneel uit en aangeslagen uit. En Amma zelf, die kijkt nog steeds heel vredelievend. അവരുടെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടാകരുത്. അവർ ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്തോഷിച്ച് ഫ്രീഡമായിട്ട് കഴിയാനാണ്. ഇവരുടെ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫ്രീഡമാകരുത്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മൂല്യമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കാനാണെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് നിയമം പാലിക്കുന്ന പോലെ അതിനകത്ത് തളലയം നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തളലയം കൊണ്ടുവരും. അതുപോലെ മൂല്യം കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോയാൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പം മൂല്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളു. Ze heeft net een paar woordjes in mijn oor gefluisterd en een hele stevige knuffel gegeven. En het kwam wel heel warm over. Mijn hart gaat nu een beetje tekeer. Ik was net een beetje overweldigd door emoties. Ik kon niet echt uitdrukken wat er net met me gebeurd was. Ik kreeg een stevige knuffel, kan ik wel zeggen. En Amma fluisterde woordjes in mijn oor. Ze zei meerdere malen, zei ze Miri Bitty tegen mij, dat betekent mijn dochter. Ja, het is wel heel raar om te beschrijven wat dat was. Het was gewoon heel intens. Wat zit er in? Mantra's zit hierin van Amma en stukjes kleding die ze gedragen heeft. Dus zeg maar, al Amma's energie zit hierin. En ja, als je dan zeg maar de pop knuffelt, is het net alsof je Amma knuffelt. Het was echt, met tranen stroomden me gewoon. Ik was zo gelukkig dat ik het gewoon niet binnen kon houden. U ervaart geluk? Ja, echt helemaal geluk. Ik word helemaal warm en helemaal blij. En, ja. Dan moet ik zeggen dat u dan ook echt naar dit moment geleefd heeft. Absoluut. Absoluut. Al weken. Mevrouw, u zat net naar de foto's te kijken. Wat vindt u nou zelf de mooiste foto van Amma? Of de mooiste foto van Amma. Ik vond die hand. Net zat ik te kijken. Waarom speciaal die hand? Ik weet niet, die figuur.
laat hem even erbij pakken. Oeps. Het is een hand. Ja. En de houding van die hand. Bent u al eerder bij Amma geweest? Ja, dit is de tweede keer. Liefdevol. Ja. Wat heeft u inderdaad teruggetrokken om weer voor een tweede keer te komen? Liefde. Liefde van moeder. Ja. Nou, het knuffelen gaat, zoals je achter mij ziet, nog lekker door. Dit was alweer met Chetney op pad. Ik was hier vandaag bij Amma. Ik heb veel geleerd, veel gezien en veel met mensen gesproken. En ik hoop dat je de volgende keer weer zult kijken naar Chetney op pad.